Ik ben met mijn jurk bezig. Ik heb het gespeld. Kren corona. Ja, lieve vrienden, het is alweer zondag. En Karin die is dus alweer naar huis, die is nog tot vroeg al om een uur of 5, weet ik wat, het was alweer licht. Toen zij weer naar huis toe gingen, dus ja. Die ligt denk ik daar nog prinsheerlijk te slapen, of misschien toch ook alweer door de warmte wakker, ik weet het niet. Maar in ieder geval, welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, het is vandaag. Dus wat ik al zei, zondag 13 juni en we leven om 13:23. Ik heb mijn haar weer gedaan, et cetera. Ja, het is nog vochtig en doenderig. En ik heb een versteviging in, dus het is ook hard nu enzovoort. Maar ja, maakt niet uit. Dat moet eerst goed droog wezen voordat ik daar weer wat doorheen doe. Zoals een kam in mijn handen. En ik heb me lekker gewassen en gedaan. Ik ben weer fris en fruitig, weer schone kleertjes aan. Ik heb mijn nieuwe jurk mee naar beneden genomen. Die wil ik toch proberen zelf even in te nemen. Ja, moeilijk is het niet, maar ik moet aan de eerste kant wel even veel doen. Dus ja, ik ga eerst op de ballerooi spelden en dan pasje en dan zit het goed. Nou ja, dan blijf ik in één keer doorgaan. Maar dan moet ik daarna een beetje nu op tafel, dus ik heb nog heel wat te doen. Ja. En ik ga zo eerst beginnen om de hondjes uit te laten. En wat de dag verder ontbrengt gaat om enkel dat wat ik in mijn hoofd heb, weet ik niet. Het kan ook best wezen dat ik het af moet blazen omdat onverwachts schieten komt. Ik weet het allemaal niet. Nee. Maar in ieder geval, we gaan wel genieten van het prachtige mooie weer. Ja, daar hoor ik wel aan mee. Jazeker. Dus lekker even naar buiten frisse neus halen. Ik doe mijn dunne jasje aan. En dan is het gaan met die banaan. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet er ook van. En we spreken elkaar later weer. Ja toch? Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben met mijn jurk bezig. Ik heb het gespeld, maar helaas, ik kan hem zo natuurlijk nooit niet een keer weer keren, omdat ik hier ook in die oksel zit. En dat zit allemaal aan elkaar vast, de jurk. Dus ik moet het verplicht gaan rijgen, want anders zit ik met die spelden met passen. Kijk, was nou gewoon alleen maar een naald geweest. Het is ook enkel wel een naald, maar hier ook komt die jurk weer eigenlijk ook normaal. Dus ik moet tot daar aan toe werken, hè. En ik ga hem eerst nog rijgen, dus tot hier aan toe moet ik die naad bewerken. En daar wordt de jurk weer normaal. Zit hij weer goed. Dus ja, ik ga dat even rijgen aan weerskanten. Daarna ga ik hem passen. En als die past, dan zet ik de naaimachine pas op tafel. Hier de spelden. Ja, ik heb nog veel meer spelden dan alleen nog dat. Maar ik ga dat eerst even rijgen. Ik heb geen rijgaren, dus ik doe het gewoon hiermee. Want ik rijg normaal nooit. Het is spelden, passen en naaien bij mij. Maar ik zal nou wel moeten, omdat dit in de oksel zit. Dus ja, dat doet de auw. Dat gaat. Dit zit hem dus in de oksel, hè. En dit had zij gedaan, maar dan was het nog te wijd. En dan enkel dat stukje. Ja, maar dat is niet genoeg, weet je. De hele oksel moet je pakken en dat had zij niet gedaan. Enkel dat stukje, maar dat is ook nog een stukje voor de oksel. Dus pak dat dan mee. Maar nee, en nou doe ik het helemaal stapsgewijs daar naartoe. Dat het helemaal in zijn geheel keurig loopt. Maar ja, je bent coupeuse geweest of niet? Ja, en dat is zo. Nou, ik laat het jullie wel zien als die helemaal klaar is. Ja, lieve vrienden, deze twee reepjes stof zijn er afgevallen van mijn jurk. Die heb ik er afgeknipt. Natuurlijk wel een stukje van een centimeter of 2 overgehouden vanwege de naad. Dus eigenlijk is er nog meer af. Maar je moet altijd overhouden voor de naad.
Maar ik heb haaknaalden gevonden in mijn kist, mijn naaikist. En dat bewaarde ik altijd in een buisje waar een sigaar in had gezeten. Kom ik er net achter, maar jullie kunnen vast en zeker lezen. Hier zitten de haaknaalden in, dat is een sigarenbuisje. Karen Corona. Ja, dat is al zo oud, want ik heb op die sigarenfabriek geloof ik gewerkt. Maar ik weet het niet zeker. Ik heb wel op een sigarenfabriek gewerkt, maar of dat deze was, weet ik niet. Waar deze werd gemaakt. Want er staat er helemaal niks op. Ja, daar onderaan, maar dan moet ik beter kunnen lezen. Nee, dat is buitenlands. Maar in ieder geval, deze hek nog ooit van mijn moeder gehad. Want mijn vader rookte sigaren, dus ja. En altijd makkelijk om het daarin te bewaren, hè, haaknaalden. Dat is maar klein. Dan wordt hij wazig, dat buisje. Waarom doet hij dat? Alles is scherp, zo ja. Dus ja. Corona bestaat in verschillende soorten van dingen. Ook een dorpje in Amerika die zo heet. Dus ja, eigenlijk wel komisch. Maar oké, lieve vrienden, ik ga dat apparaat ook maar weer opruimen en alles, want het is hier een bende. Maar mijn jurk is klaar. Ja, dat zit als gegoten. Dus dat stop gooi ik nog niet weg, want wat doe ik? Ik doe het even in een zakje en dan neem ik het mee naar mijn vriendin toe waar ik de jurk gekocht heb. En dan zeg ik, kijk schat, dat is er nog afgevallen. Ik hoor het dan even beter doen, want dat stukje van haar, dat zit hier bewust nog in. Heb ik bewust erin gelaten. Ik denk, even kijken wat het ervan zegt. Ook hier nog zit het erin. Dus ja. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zeg, ik ga de trap hier opruimen en een bak koffie doen en eventjes mijn hoofd leegmaken, want dit is toch wel weer inspannend werk, vooral voor mijn lichaam. Ja, en ik heb van alles en nog wat erop geplakt, ooit een keer, maar waarom? Ik weet het niet meer. Misschien omdat ik het leuk vond, ik weet het niet. Maar ja, hij is al oud en hij doet het nog steeds, dankzij mijn geliefde mannetje die in de hemel is. Ja! Want ik had geen Voependaal meer. En die hadden we bewaard, maar er was een gorempie die dat weg had gegooid, omdat die kapot was. Ja, maar ho, die hadden we nodig voor het voorbeeld om een ander. Maar ja, oké, het is allemaal goed gekomen. En ik ben er weer blij mee. Het is wel nog niet echt fatsoenlijk gemaakt, maar hij doet het weer. Ja, daar ben ik super blij mee. Echt wel. Nou, lieve vrienden, tot later. Zo, lieve vrienden, hier hebben we een knorrenpotje. Ja, spinnen tot de met. Oh, ja. Ja, ik heb mijn make-up al af en ik heb hem al even gepoedeld en gedaan. Het is tijd om naar bedje toe te gaan. Ja, jullie zien het goed. Dat is Rijk. Die ligt nou onder het dekbed. Daar. En Alwin. Nou ja, die ligt onder het bed. Alwin. Hé, meisje. Ga maar liggen. Zo, jeetje, die komt wat in me leggen. Nou ja, ook goed. Hè? Ook goed. Maar oké, ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker en tot over een aantal x-uren aan de andere kant van onze nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei.